Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Heikoop. We lezen verder in het boek Exodus, hoofdstuk 13, nu vers 21 en 22. De Heere ging voor hen uit. Overdag in een wolkolom. Om hen de weg te wijzen, en s'nachts in een vuurkolom, om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Broeders en zusters, het is een benauwde tijd voor het volk Israël. De heer God heeft hem bevrijd uit Egypte. Dat is waar. Ze zijn nu geen slaven meer van de farao. Ze staan niet meer onder zijn heerschappij. Maar nu onder de heerschappij van de Heer God. Hij leidt hen. Hij zal hen brengen naar het beloofde land. Maar dat betekent niet dat hun weg vanaf nu over rozen gaat. Integendeel, er komt een lange en zware weg aan. De reis door de woestijn. Maar liefst vier dikke boeken heeft de Bijbel nodig om die weg te vertellen. Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomie. De weg waarop God hen leidt is lang en zwaar. Leven onder Gods Heerschappij is geen gemakkelijke weg. Maar het is wel de weg waarop de Heere zelf voorgaat, waarop hij leidt en beschermt. En het zichtbare teken dat het volk daarvan krijgt, is die wolk en vuurkolom. Als de Israëlieten omhoog kijken, zien ze overdag dat een wolk met hen meegaat en s'nachts aan de sterrenhemel een teken van vuur. Via die tekenen zal God hen voorgaan. En die tekenen zijn veelzeggend. Die laten een hoop zien van hoe God zijn volk toen voorging en hoe Hij vandaag zijn kinderen leidt. Wat hebben die twee tekenen ons te zeggen? Een paar dingen. Allereerst laten ze ons zien dat God heilig is. Het zijn allebei bijzondere tekens. Een wolk, dat lijkt voor ons Nederlanders heel gewoon. We leven in een land waarin we voortdurend wolken zien. Daar is voor ons niets vreemds aan. Maar de Israëlieten kregen hier een wolk te zien op hun tocht door de woestijn. In de Sinaï-woestijn, in de woestijn Zin en al die andere woestijnen waar ze doorheen trokken. Daar zijn de luchten doorgaans strak blauw. Wolken zijn daar uitzonderlijk. En ook de vuurkolom is een bijzonder teken. Een teken waarin God zich openbaart. Kort hiervoor had God zich ook al zo aan Mozes geopenbaard, bij de braamstruik. Ook daar was hij in een teken van vuur naar Mozes toegekomen. Op die manier had hij hem geroepen. En nu ziet heel het volk Israël vuur. Een vuurkolom aan de hemel. Waarmee de Heer hen s'nachts voorgaat. Dat vuur wijst op de heiligheid van de Heer. Het wijst erop dat God een verterend vuur is. Hij is heilig. Wij kunnen niet voor zijn aangezicht staan. Wij kunnen Hem niet zien en leven. Dat komt door onze zonde. Die belemmeren ons. Die moeten weggedaan, vernietigd worden door vuur gelouterd. God is een heilige God. Hij vraagt eerbied en respect van ons. Onze zonden kunnen voor Hem niet bestaan. Die moeten steeds opnieuw beleden en verzoend worden. Daar moet het volk, daar moeten ook wij, steeds weer aan herinnerd worden. Maar tegelijk is God ook een God die beschutting geeft. Ook dat is iets waar je misschien niet meteen aan denkt. als je hoort over die wolk en die vuurkolom. Maar het voor het volk Israël. bood met name die wolk beschutting. En daarvoor moet je weer even inleven in hun situatie. De woestijn heeft een droog en heet klimaat. Het is daar vaak zinderend heet. Als God die wolk niet boven het volk liet komen. Dan zouden velen bezwijken van de hitte. Zeker als je hele dagen doorheen moet trekken, weken, maanden lang. De wolk was als een soort parasol die hen beschutte voor de hitte van de zon. Het is alsof God door die wolk Zijn handen beschermend over het volk heen spreidt. Ik bescherm en beschut jullie. Ook wij mogen leven onder die wolk. Ook wij mogen leven onder de beschermende handen van God, die Hij vanuit de hemel zegenend over ons uitstrekt. Zo begint toch elke week, iedere zondagmorgen, strekt de voorganger in de kerk zijn handen uit, om namens God zijn zegen mee te geven. Ga onder zijn handen. Leef onder zijn beschutting. Dat hebben we ook nu, in deze onzekere tijd, vol dreigingen en ziekte, hard nodig. En het derde waar deze tekenen op wijzen is: God gaat met ons mee. Hij is onafscheidelijk bij zijn volk. Er komt een lange reis aan, een zware weg. Maar hoe die weg ook loopt, ik ga mee. Ik ben erbij. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zou. Ik ben erbij. Ook daar wijst die wolk- en vuurkolom op. Als het volk eraan zou twijfelen, als er zoveel moeite en nood in hun leven kwam, dat ze Gods nabijheid soms niet goed meer zagen. Dan hoeven ze alleen maar omhoog te kijken. Zie je die wolk? Zoals die wolk onafscheidelijk bij ons is. Zo is ook God onafscheidelijk bij ons. En ook die belofte is vandaag nog net zo sterk als toen. Dat mogen ook wij steeds weer zien. Dat mogen wij steeds weer horen. Voel je, je alleen. Voel je je eenzaam. Leef je in angst. Leef je met zorgen. Met verdriet. Doe dan hetzelfde wat de Israëlieten hier moesten doen. Kijk omhoog. Naar waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Kijk omhoog. In welke nood je ook bevindt. Welke tegenslagen er ook op je pad komen. Hoe moeilijk de weg soms is die je moet gaan. Kijk omhoog naar de wolken, ze wijzen je op zijn nabijheid. Daar ruist in de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen naam is er zoeter, en beter voor het hart, hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij, kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust. En mijn lied. Hij gaat ons voor. Hij gaat met ons mee. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij leidt ons door de woestijn naar het beloofde land. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken U. Dat hoe onze weg ook gaat, door welke moeite en verdriet soms, U bent erbij. U ziet ons aan, u gaat met ons mee. U bent niet de God die comfortabel in de hemel blijft zitten, op grote afstand van alle nood hier op aarde. U bent de God die vanuit de hemel op ons betrokken is, die in Jezus Christus zelf naar ons toe is gekomen, om voor ons een weg te banen. U heren bent een heilige God, dat mogen we nooit vergeten. We kunnen niet zomaar bij u komen. Daar moet er eerst wat gebeuren, op Golgotha en in ons eigen hart. Doe dat, Heere. Bekeer ons harde hart, dat hebben we steeds weer nodig om ons dagelijks tot U te keren. Want wij blijven zo vaak in onszelf gekeerd. Dank U, heren, dat U toch contact met ons wilt, dat U ons wilt beschutten en leiden. Zoveel dingen wijzen ons daarop. De wolk en de vuurkolom in de woestijn. De Heilige Geest die is uitgestort. De wolken aan de hemel. Allemaal wijzen ons op de ene naam, Jezus Christus. Dank u, Heer, dat we ook in dit dagelijks woord weer zijn naam mochten horen. We hebben veel te danken, we hebben ook veel te bidden. Ontferm jou voor ons in deze moeilijke dagen. Wees met alle die ziek zijn, die eenzaam zijn, die verdriet hebben. Wees met de bewoners van verzorgingshuizen, instellingen, ziekenhuizen. Wees met al die jaar werken, artsen, verpleegkundigen, ook in de thuiszorg. We bidden U voor de mensen om ons heen. Geef dat de nood van dit moment mag leiden tot een vernieuwd zoeken van U. En geef hen en ons allen zicht op Uw Heer. Ga ons voor en leid ons. Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen.